Dag, ik ben Marinus de Poter en ik help teams om toekomstbestendig te blijven. Regelmatig krijg ik vragen over risicomanagementrapportages. Er zijn dan al gewone managementrapportages, maar sommigen vinden dat er afzonderlijke rapportages over risico's moeten komen. Interne en externe toezichthouders bijvoorbeeld willen vaak in het kader van de verantwoording risicolijstjes zien. Commissarissen vragen daarna de top 10 risico's. Je herkent dit vast vanuit je eigen praktijk. Die lijstjes kunnen helpen bij de bewustwording, maar voor de rest heb je er niet heel veel aan. Dat kan gelukkig veel toekomstbestendiger. Want nadenken over kansen en bedreigingen is maar een hulpmiddel. Het is ondersteunend aan de hoofdvraag of jullie in de komende periode succesvol zullen zijn. Met andere woorden, of jullie zo georganiseerd zijn dat jullie kansen kunnen grijpen en bedreigingen kunnen beperken. Laat daarom jullie risicoanalisten hooguit 10% van hun tijd besteden aan het maken van die risicolijstjes. Knip en plak wat bij elkaar van de buren in jullie sector. Meng er wat actuele termen doorheen. Bijvoorbeeld cyberrisico doet het altijd goed. En iets over een pandemie, dat scoort tegenwoordig ook geweldig. Laat jullie risicoanalisten de overige 90% van hun tijd echt nuttige dingen doen. Ze kunnen vooral waarde toevoegen door kritisch mee te denken met de leidinggevende. Zij moeten belangrijke beslissingen nemen over het inrichten, uitvoeren, evolueren en verbeteren van hun processen en projecten. Laat die analisten meedenken over de mogelijke pro's en cons. Dat helpt om evenwichtigere beslissingen te krijgen. En laat hen kritisch meewerken aan jullie reguliere managementrapportages. Kijk daarbij niet alleen terug, maar vooral vooruit. Focus op realistische prognoses en heb het over de gehanteerde veronderstellingen. Op die manier vormen jullie een beeld van de waarschijnlijkheid van jullie succes, uitgedrukt in KPI's. Gebruik ook bandbreedtes, dat zijn de doorvertalingen van jullie sterktes en kansen. En natuurlijk jullie zwakheden en bedreigingen. En als de toekomstige waarden van jullie KPI's ongunstig zijn, ga dan samen na wat er te verbeteren valt. Of stel de verwachtingen bij. En daar worden jullie interne en externe klanten blij van. Neem gerust even contact op als je wilt sparren over de uitdagingen van jouw team. Ik hoor graag van je.